Welkom op mijn lava oneblock. Ik joinde mijn wereld en opeens in de verte zie ik daar een klein eilandje. En ik weet niet of ik het heel goed zie, maar volgens mij zie ik diamonds. Daar gaan we natuurlijk straks heen. Maar eerst wil ik jullie even bedanken voor de 9000 likes op de vorige aflevering. En dat betekent dat ik 9 diamonds krijg. Kijk eens wat lekker zeg. In de vorige aflevering waren al mijn diamonds verbrand in het lava. Dus ik heb er weer 9, daar ben ik heel blij mee. Maar er gaat wat veranderen. Maar voordat ik het ga vertellen, eerst gaan we even lekker armor maken. Want ik wil namelijk niet nog een keer doodvallen. Hoppakee, dat gaan we meteen even doen. En als ik daar straks heen ga, ik van de lava. Ja, dat zal best wel dom zijn mee. Maar dat zien we dan wel. Maar de verandering is, voor elke 100 abonnees die ik op deze video krijg, krijg ik 1 diamond. Dus ben je nog niet geabonneerd en wil je mij helpen? Of ben je wel geabonneerd? Zorg dan even dat mensen gaan abonneren op mijn kanaal via deze video. En dan gaan we kijken of wij de volgende aflevering meer dan 9 diamonds kunnen krijgen. Zou ik toch wel even lekker vinden. Ik had er namelijk 18 en viel ik in het lava. Dus we hebben er echt heel veel nodig. Dus ga zeker abonneren. En ook zouden dat deze mensen die gisteren zijn geabonneerd op mijn kanaal. Want iedereen die op mijn kanaal abonneert, die krijgt namelijk ook meteen een shoutout. Dus wil je een shoutout en wil je me helpen met diamonds? Abonneer even. Oké, in de vorige aflevering waren wij gebleven bij dit water. Ik heb namelijk maar 1 blokje water. En ik wil even een farmpje maken, want ik heb niet heel veel te chappen. Maar ik heb hier ijs. Ik heb jullie gevraagd, hoe kan ik hier water van maken? En jullie zeggen, ik moet het kapot hakken met mijn vuisten. En ja, het werkt. Oké, hier ben ik heel blij mee. En heb ik een bucket? Hallo, bucket? Nee, ik heb wel iron. Kijk, met iron kunnen wij gewoon even lekker een bucket maken. Dus dat gaan we even doen. Zo, dan pakken we dit. Hoppakee. Kijk, hier ben ik blij mee. Alleen hier ben ik iets minder blij mee. Alles is nu letterlijk cobblestone. Oké. Trouwens, misschien ben ik daar wel blij mee. Want als ik dit hak, krijg ik namelijk gewoon cobblestone. En dat kan ik wel gebruiken. Want wij gaan straks namelijk helemaal naar het eilandje toe. En daarvoor heb ik echt best wel veel materials nodig. Oké, we hebben nu 6 cobblestone. En wat gooide ik nou in het water? Ik weet het niet. Ik hoop niet dat het heel boeiend was. En het is geen water, het is lava. Oké, ik was bang dat ik dit erin had gegooid. Want in de vorige aflevering zei ik ook dat ik mijn hond een naam ga geven. De naam is geworden meneer Doggo. Meneer Doggo is terug, dus bij deze. Hallo meneer Doggo. En ik zit te denken, ik wil misschien een koe of een schaap, wil ik ook een naam geven. Laat in de comment even een naam weten, want dan ga ik die de volgende keer doen. En nog wat anders, als wij deze video niet de 5000 likes halen, dan stop ik met deze survival. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit. Wat ik nu even wil doen is een farmpje maken. Het moet even iets groter. Ik heb nu 2 buckets water, dat is wel chill. Alleen ik heb niet heel veel dirt. Heb ik hier nog ergens dirt? Nee. Ik heb in mijn inventory heb ik 9. Hier zitten er nog 12. En hier, eens even kijken, helemaal niks. Oké, ik heb even iets meer dirt nodig. Dus we gaan weer even lekker hakken. En ik zou het ook heel lekker vinden als wij deze video door kunnen naar het volgende level. Want ik heb nog geen diamonds gevonden. Ik heb wel diamonds in mijn inventory. En ik zie daar volgens mij diamonds. Maar als ik hieruit diamonds kan krijgen, zou ik het ook best wel lekker vinden. En oh, we hebben hier een vos. Hallo vos. Laat trouwens in de comments even weten, hoe tem ik deze vos? En niet in het lava springen. Niet doen, dan ga je dood. Oké, hier hebben we wat sneeuw. Dat boeit natuurlijk niet heel veel. Kan ik wel lekker heel snel hakken. En dit is wat ik wil. Ik wil namelijk even dirt. Serieus. We krijgen 1 blokje dirt. Oké, we blijven gewoon even lekker doorhakken. We krijgen bomen. We krijgen weer wat dirt. We krijgen kobbel. Nee, dat wil ik helemaal niet. Oké, we gaan even kijken hoe groot we het farmpje tot nu toe al kunnen gaan maken. Ik denk dat ik dit eerst even ga dichtbouwen op deze manier. En waarom doe ik dat met dirt? Oké, ik wil mijn dirt terug. Dit was namelijk niet heel slim. Geef mij even mijn dirt. Zo, dankjewel. En dan moet ik even een andere ondergrond hebben. Eens even kijken. Granite, dat boeit toch niet. Dit boeit ook niet. En dit boeit ook niet. Het zijn toch hele lelijke blokken. Daarmee gaan we dit even opvullen. Daarop gaan we dan dirt plaatsen. En dan kan ik tenminste wat te chappen maken. Alleen niet alleen voor mij. De dieren, die wil ik namelijk ook wat te chappen geven. Want ja, ze moeten even... Er moeten meer dieren worden. En het is handig als er 1 extra hok komt. Want dit varken loopt nu gewoon tussen de kippen. Maar een random abonnee gaat me daarbij helpen. Want elke video laat ik namelijk een random abonnee mij helpen in mijn survival wereld. Dus wil je mij een keer helpen met bouwen, dan moet jij geabonneerd zijn op mijn kanaal. Mijn dak is namelijk de vorige keer al gebouwd door iemand. En dit hok is ook gebouwd door iemand. Dus heb jij een vet idee, dan moet je abonneren op mijn kanaal. En misschien mag je het dan wel gaan bouwen. Oké, we gaan even door. Zo, dit is bijna opgevuld op deze manier. Ja. En dan gaan we hier gewoon even wat dirt plaatsen. Misschien is het niet heel erg mooi, maar het gaat om het idee, oké? Oké, dan doen we hier 4 keer dirt. Ik heb niet genoeg dirt. Oké, ik heb meer nodig. Come on, one block. Geef me alsjeblieft even wat dirt en geen cobblestone. Waarom krijg ik zoveel steen? Nee, ik wil ook geen hout. Come on. Kool kan ik wel lekker gebruiken. Ben ik wel blij mee. En... Oh, we hebben een nieuwe doggo. Oké, alsjeblieft zeg maar dat ik ergens bones heb. We hebben 5 bones. Oké, volgende doggo. We hebben er nog één. Let's go. We hebben nu meneer doggo. En we hebben een vriend voor meneer doggo. Moet ik die mevrouw doggo noemen? Laat het even weten in de comments. In ieder geval, we gaan even door. Ik heb namelijk
iets meer dirt nodig. Iron kan ik ook wel lekker gebruiken. En oh, dat donker hout vind ik zo lelijk. Waarschijnlijk ga ik dat toch niet eens gebruiken. Ja, kijk, dit is wat we nodig hebben. Lekker dirt. Ja, dankjewel. Oh, we hebben een chest. Alsjeblieft zeg maar dat er wat heel zeldzaams in zit. Bim. Oh, serieus, bone meal en sneeuw. Dat boeit echt niemand. Oké, het is misschien een beetje lelijk, maar ik ga hier even wat dirt van stelen op deze manier. En dan, oh, ik hak bijna onder mijn weg. Dat moet ik niet doen. Oké, ik doe het toch wel. Ik moet iets beter gaan nadenken wat ik doe. Want vorige keer was ik ook wat lava ingevallen. En dat is niet heel slim. En wat ook niet heel slim is, is dat ik nu niet meer echt een weg naar boven heb. Ik moet even een trappetje gaan maken. Zo. En dan op deze manier kunnen wij hier weer omhoog. Oké, we hebben 8 dirt. Dan plaatsen we dat hier. En dan eens even kijken. Moet ik hier ook nog even wat plaatsen? Dit vul ik even op met lelijksteen. Ik ga het uiteindelijk nog veel mooier maken, oké? Maar dan pakken wij de bucket met water. Die zetten wij hier neer. En dan kan ik dit gewoon, als het goed is, allemaal lekker gaan farmen. En dan kan ik hier lekker dingen op gaan planten. Maar eerst begint donker te worden. Hier heb ik niet heel veel zin in. Ik ga even lekker slapen. Het is weer dag. We hebben nog steeds geen glas. We hebben wel deze rare beesten. Wat doe jij in mijn raam? Oké. Maar we waren bezig met de farm. Eens even kijken. Ik heb een hoe nodig. Heb ik die? Ik denk het haast wel. Ja. En dan doen we gewoon even dit zo. 1, 2, 3. En dan 4. Ik denk dat dit gaat werken. Heb ik toevallig ook nog wat seeds? Als ik geen seeds heb, dan is het heel dom. Ik heb er letterlijk bij 7 en ik heb mana seeds. Oké, die gaan we ook gewoon gebruiken. We gaan het gewoon planten. En dan hebben we op zijn minst iets, oké? Bim. En nu zit de kwestie van wachten. En dit gaat nog een stukje mooier worden, denk ik. Wil je mij nou helpen met dit mooier maken? Dan moet je nu even abonneren op mijn kanaal. Want in de volgende aflevering ga ik dus een abonnee mij laten helpen om dit mooier te maken. Alleen eerst gaat nu een abonnee me even helpen met dit hok. En we zijn eventjes verder. En het extra hok die zit erbij. En één probleem. Ik heb nog geen wortels. Dus hoe krijg ik jou in dat hok? Ja. Dat is toch best wel een uitdaging. En weet je wat? Dat is ook een uitdaging voor de volgende keer. We gaan zo even naar het eilandje toe. Want ik ben heel benieuwd wat er allemaal is. Ik zie diamonds. Alleen hopelijk staat er ook een chest. Maar eerst, kijk. Ik heb hier seeds. En ik heb net bone meal gekregen. Die gaan we meteen gebruiken. We doen hier nog even een seed. En dan gaan we dit even laten groeien. Zo. En dan nog een keer. Als ik nu deze pak, dan heb ik 2 wheat in totaal. En wat ik dan kan doen, is even kijken. We gaan de schapen, gaan we lekker met elkaar leuke dingen laten doen. En come on, krijgen we een baby. Ja, 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 let's go. En hadden we deze kist al geopend? Ja, die hadden we al geopend. Daar zat echt pauperloot in. En waar is mijn ex? Hallo? Is hier mijn ex? Ja, oh, ik dacht dat ik hem kwijt was. We gaan nog even doorhakken. Ik wil namelijk heel graag nog even naar het volgende level in deze aflevering. Ik ben namelijk heel benieuwd wat we allemaal gaan krijgen. En oh, kijk dat eiland in de verte. We gaan straks ook gewoon naar het eiland toe. Ik ben heel benieuwd wat we ook daaruit krijgen. Oké, dit moet ik hakken met mijn blote hand. Nee, dit is een stick. Met mijn blote hand, zo, dan krijgen we water. Of waarom krijg ik nou geen water? Wat is het? Kom maar, geef me water. Oké, nou, dit werkt dus blijkbaar niet heel goed. Ja, genoeg gepraat. Ik ga even hakken tot ik wat leuks tegenkom. Maar dit duurt echt heel erg lang. Wow. En letterlijk, een seconde nadat ik dat zei, spant opeens deze beer. Laat even weten in de comments wat ik met deze beer moet doen. Misschien moeten we de beer zo een naam gaan geven. Kan ik trouwens deze beer temmen? Ik heb geen idee. In ieder geval, we komen best wel leuke dingen tegen. We gaan er gewoon even lekker door blijven hakken. Oh, beware a monster party. Wat? Wow. Wat is dit? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Oh, nee. Ik ga dood. Oké, laat me eten. Waarom zijn dit allemaal monsters opeens? Hé, wil je even doodgaan? Nee, ik ben dood. Wat is dit? Wat zijn dit allemaal voor beesten? Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Mijn armen is ook kapot. Hé, gaan jullie nog dood? Of, ik ga weer dood. Ik ga dood. Come on. Ga dood. Waarom hebben deze beesten armor? Come on. Oké, dat zijn de 2. Oh, mijn diamonds en zo ligt niet in het water. Oké, hier ben ik heel blij mee. Oké, die doen we weer aan. Oh, au. Ik ga weer dood. Laat me met rust. Ik ga naar binnen toe. Oké, laat me even deze appels eten. Volgens mij kunnen deze beesten niet naar binnen komen. Wat gebeurt hier allemaal? Ik ben gewoon lekker aan het hakken voor het volgende level. En opeens gebeurt dit. Oké, mijn diamond heb ik nog. Mijn axe heb ik ook nog. Daar ben ik wel blij mee. Nu moet ik even hartjes erbij krijgen. Want die skeleton die moet dood. Oké, ik ga gewoon naar buiten toe. Ik ga gewoon hakken. Come on, skeleton. Ga dood. Ga anders gewoon even lekker in het lava. Oké, de skeleton is dood. Wat is hier zojuist gebeurd? En waarom is allemaal obsidian hier zo wat weg? Oké, de obsidian zetten wij weer even lekker terug. En Dagoes, waarom beschermen jullie mij niet? Wat is dit? Oké, geen idee wat daar gebeurde. Maar ik denk dat het tijd is dat wij naar het eilandje gaan. Want dit volgende level, ik weet niet hoe lang het nog duurt. Alleen het duurt echt best wel lang. En ik wil gewoon naar het eiland toe. Oké, daarvoor hebben we heel veel blocks nodig. We hebben cobblestone. Eens even kijken. We hebben dirt. Ik hoop dat we hiermee genoeg hebben. En dan moet ik het heel voorzichtig gaan doen. Vanaf hier gaan we gewoon bouwen. Doggo, wil je mij met rust laten als jij hem eraf gooit? Hè? Dan word ik heel boos. Oh, nee. Blijf zitten. Ja, dankjewel. En niet in het lava vallen, alsjeblieft. En terwijl ik dat zeg, valt die andere hond bijna in het lava.
Oké, ik moet gewoon heel rustig gaan bouwen. Hoe ver is het nog? Oh, we zijn er bijna. Ja, het is echt nog heel erg ver. Oké, we zijn door mijn deur heen en we zijn er. En ja, het zijn diamonds. Oké, hier ben ik heel blij mee. Come on, we hebben nog 30 blokken. Gaat het mij lukken? En als ik nu naar beneden val, dan heb ik echt een heel groot probleem. Want dan ben ik al mijn spullen kwijt. Oké, we hebben nog 20 blokken. Zijn we er bijna? Ik denk wel dat we dit gaan halen. Come on, nog 10 blokken. Zijn we er bijna? Kan ik al vanaf hier bouwen? Ja, we zijn er. Let's go. Wat is hier allemaal? Oké, we hebben hier een web. Dat gaan we even weghalen, want dat is heel vervelend. We hebben hier een chest en we hebben hier diamonds. Oké, we moeten eerst de diamonds even zien te pakken. Oké, kan ik hier op? Ja, dat is diamonds. Dat zijn 2 diamonds. Er zijn er best veel. 3 diamonds. Moet ik uitkijken dat het niet in het lava valt. 4, 5. Hieronder kan ik die pakken. Oké, gelukkig kon ik die nog pakken. Oké, hier is nog een diamond. En nee, die valt in het lava. En deze... Oké, er is er 1 in het lava gevallen. Best wel zonde, maar ja. Dan moet ik even kijken wat er in de kist zit. Hopelijk zit er ook nog heel veel diamonds in. We gaan hem openen in 3, 2, 1. Bim! Oeh, een enchanted golden apple. Een gouden golden axe. Oh, mijn hele inventory zit vol. Oké, snowball, yeet, even weg. Dit, yeet, yeet, oprotten. We hebben bones, kan ik 100 meter temmen. En emerald, geen idee wat we daaraan hebben, want we hebben geen villagers. Maar ook een enchanted boek. Efficiency 5. Oké, ik moet eigenlijk een anvil maken. En dan moet ik dat boek gaan gebruiken. Want sowieso, met dat boek kunnen wij super snel hakken. En dan weet ik zeker dat wij nog naar het volgende level kunnen gaan. Oké, hoeveel iron hebben we? We hebben nu 13 iron. Zit hier nog iron in? Nee, of hierin, nee. We hebben wel nog een furnace en we hebben hier ook nog 13 iron. Dus even kijken. In totaal hebben wij dus 30 iron nodig. We hebben hier al 13. Daar kunnen we 1 blok van maken. We hebben 3 bloks nodig. Ja, ik heb zo'n idee dat we niet genoeg iron hebben. Dan moet ik de volgende aflevering even gaan fixen. We gaan nog even verder hakken. Hopelijk kunnen wij nog even naar het volgende level. En anders gaat dat in de volgende aflevering 100% gebeuren. Oké, we krijgen nog heel veel hout. We krijgen gravel. Oh, we krijgen weer van die rare beesten. Hey, even oprotten jij. Kom op, doggo, pak ze. Goed zo. Verder, we krijgen nog even lekker wat goud. Daar ben ik ook wel blij mee. We krijgen weer sneeuw en... Oh, come on. Ik ga nog een paar blokjes hakken. We krijgen dirt. En... Ja, leuk. Heel veel dirt. Oké, we pakken even de scheppen bij. Come on, geef me volgende level. Nee, we krijgen hout. Dit ga je niet menen. Oké, we sluiten het af met deze kist. Die gaan we openen. En beter zit er even iron in. Nee, dit is echt hele slechte loot. Maar de volgende keer gaan we kijken of we nog meer iron kunnen krijgen. Dan gaan we die efficiency, die gaan we op mijn diamond pickaxe gooien. En daarna moeten wij gewoon door naar het volgende level. Maar vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Want per 100 abonnees krijg ik dus 1 diamond. En geloof me, die heb ik echt nodig.